Welkom nou bij een nieuwe piepshow waar we misschien, misschien het einde van het vijfde ton Activision Blizzard gaan meemaken. <laughs> Ongelooflijk. We zijn er echt ruim een jaar mee bezig geweest en het, het begint nu toch wel... <laughs> ja, boers moet erom lachen. Ik zag al mensen die zeiden van wat moeten jullie nou dan in de piepshow ja. gaan doen als dit voorbij ja, is? Daarom, als we niet elke week tenminste een half uur praten over wat er mis is met Activision en Blizzard en Microsoft en Sony. Maar het... Je moet, je, moet, je, je moet wel meegeven. We hebben wel heel veel interessante materie uit de gamesindustrie daardoor gekregen door deze ellende. Ja, maar om heel eerlijk te zijn, het meeste wist ik wel. Ja. Het is niet allemaal echt nieuw. Ik bedoel, het is de. Wat ik, zo, wat ik er nog het meest interessant aan vind, en dat heb ik altijd al geweten, mm -hmm. is dat de games-industrie eigenlijk heel kneuterig is. Dus het is, ja. weet je, dit is, gaat natuurlijk. Weet je, het zijn Amerikaanse vestigingen van bedrijven of Amerikaanse bedrijven. Dan weet je gewoon, het gaat om heel veel geld. Ja, dat is dan nog soort van het meest professionele niveau, maar het wordt al vrij snel wordt het steeds lulliger. Ja. En hoe je het ook went of keert, um, zelfs zo'n deel van 60 miljard, het ja. blijft gewoon lullig. <laughs> het gaat gewoon. Je <laughs> mean, jij hebt het ja, niet, dan mag ik niet en dan mag jij niet en dan mag jij ook niet. Nee, het, het is het, gewoon lullig. Ja. En dat dat is dit ook. Ja, triestig. Goed. Aan het eind van deze uh, video uh, gaan we het daarover hebben. We beginnen namelijk met uh, het platform wat we ook regelmatig hier gebruiken bij GameKings, Twitch. Want dat gaat niet helemaal lekker. Daar hebben we het al een keer over gehad. Uh, al meerdere keren over dat uh, Twitch uh, kijkers verliest. En nou eigenlijk, weet je wel, dan gaan ze nog meer chargen om verlies uh, goed te maken. Nou, uh, er is nu eigenlijk een knoop doorgehakt. En um, dat betekent dat 400 mensen. 400 mensen van de uh, 1500. Dat heb ik toch even nagezocht. Het, het schommelt okay. tussen de 2000 en de 1500. Want ze zeggen niet zelf exact hoeveel mensen ze hebben. Maar mm -hmm. ik geef ze de voordeel van de twijfel. Dus ongeveer 1 vijfde van de workforce... Ja. is er uitgeknikkerd... om te uh, uh, ja, ja, bezuinigen. Ja. Nou ja, goed. Dat zat er natuurlijk al heel erg lang aan te komen. Ja. Um... En ik, ik heb hier een artikel van, uh, ik, ik weet niet of ik het kan zien. Ja, daar is die van, uh, van de Washington Post. Uh, verder, het, het gaat een beetje over, ja, wat, wat is er dan aan de hand? En als je dat een beetje leest, en, en ik heb ook wat andere artikelen gelezen, is eigenlijk ook hier weer het management. Uh, ze zijn overgenomen door Amazon. Toen zijn er bepaalde mensen aan boord gekomen, technocraten, mensen die gewoon uh, vanuit de Excel regeren, um, die. Uh, Eigenlijk een gok hebben genomen van hey, die, die grote streamers. Uh, die, die, ja, die melken we gewoon een beetje uit. Uh, want die kunnen toch geen kant op. Dat dat gaat wel goed komen. Maar het is en... ook iets anders. Er is iets veranderd. En, en sorry dat ik je een reden vond. Ja? dat moet ik even vertellen. De. Um... Je hebt een tijd gehad, waarin soort van zeg, de, de gouden eeuw van de start-up. Mm -hmm. ik het zeggen. En het doelstelling van al die bedrijven was niet om winst te maken. Tuurlijk. Want dat deed ze geen van alle. Ja. Maar om zo snel mogelijk te groeien. Er was niks uh, waar, waar uh, venture capitalisten en grote investeerders scheiler van werden dan een bedrijf wat heel snel groeit. Ja. Daarvoor ging alles aan de kant. Het ja. maakt niet uit of je winst maakt of verlies maakt. Het deed er allemaal niet dan toe. Dan is groei ook niet zo moeilijk. N nou ja, ik bedoel, als iedereen dat doet, is het ja. wel moeilijk. Als iedereen met geld loopt te gooien, dan ja. is het lastig. Okay. En op een gegeven moment, ja, dan wordt zo'n bedrijf uh, um, uh, groter en groter en groter. En dus duurder en duurder en duurder. Maar maakt maar geen winst. Mm -hmm. En um, dat gaat allemaal goed totdat er een einde komt aan die. Een uh, soort van economische cyclus. Ja. In dit geval uh, werd het einde ingeluid met uh, de hoge inflatie en vervolgens het opschroeven van de, uh, van de rentes mm -hmm. uh, door de Centrale Bank in Amerika, maar in Europa is dat ook gebeurd. En dat betekent dat er dus um, ja, gewoon uh, andere alternatieven zijn om geld te verdienen. En dus um, ja, dit soort, uh, die zoektocht naar die unicorn, zoals het heet. Mm -hmm. Een unicorn is een bedrijf wat uh, uh, in vrij korte tijd miljarden waard is. Uh, die die zoekt toch naar dat soort bedrijven. Dat, uh, dat stopte. Ja. Dus al deze uh, bedrijven uit die stad de gouden eeuw van start-ups, mm -hmm. worden opeens gedwongen om winst te maken. Ja. En dan zie je gewoon van, ja, maar kut, dat hebben ze nog nooit gedaan. Daar is dat hele bedrijf niet op ingericht. Je ziet exact hetzelfde gebeuren bij Twitter nu. Elon Musk heeft het uh, van 40 miljard naar 20 miljard uh, naar beneden gewaardeerd. Uh, die heeft, uh, weet ik hoeveel, duizenden mensen eruit geknikkerd. Nou, dit gebeurt overal. Mm -hmm. En uh, wat ik interessant vind, is dat... Um, uh, waar gebeurt dat niet? Bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, het is heel erg interessant om Twitch te vergelijken met Mixer. Mixer was dat streamingplatform van uh, Microsoft. Uh, bij Microsoft intern werkt het anders. Natuurlijk is het belangrijk dat je groeit bij Microsoft, ja. maar dat je ondergaande streep winst maakt, is bij Microsoft intern nog steeds heel erg belangrijk. Ja. Zij zijn niet bezig met in één nacht groeien naar weet ik hoeveel miljard uh, medewerkers. Nee, je wordt afgerekend op je resultaten. Mm -hmm. Mixer maakt er geen winst. Hop, stekker eruit, weg. Doei, ja. latertje. En uh, ja, Twitch heeft dan de massel dat ze niet eigendom zijn van, van zo'n groot bedrijf. Um, of tenminste, dat zijn ze wel natuurlijk, maar niet op die manier. Amazon werkt gewoon heel anders. Twitch is van Amazon en Amazon ja. werkt anders. Maar ook niet zo anders dat ze niet op een gegeven moment zeggen van... En nu is het genoeg geweest, nu ga je winst maken. Nee, nee. Uh... Dat klopt. Maar wat, wat ik net aangaf, dat heeft daar wel mee te maken. Ook de grote baas, de oprichter van, is nu ook weg. Uh, van Twitch, ja. Ja, hij heeft een kind gekregen. Hij zegt van uh, family first, weet je wel. Dus hij, uh, hij is het gezeik gewoon zat. Hij is het gezeik een beetje zat. Kijk, wat er gebeurt is... Uh, uitgaven, uitgaat, eigen groei, 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 groei. En op een gegeven moment... Uh, nou, blijkbaar hier Amazon is, is overgenomen. Uh, op een gegeven moment komt er een moment dat daar een baas zegt... Hey, wacht even, ik zit hier nu even te kijken hoor, maar... We're bleeding money here, weet ja. je wel? Van uh, ik wil winst maken, uh, jongens. En dan komen de managers erbij die zeggen: jullie moeten gaan winst gaan maken. En dan kun je twee dingen doen: of je gaat creatief zijn en je zorgt van: oké, okay, waar kan ik nu ervoor zorgen dat mijn assets en dat zijn bijvoorbeeld de creators, want uiteindelijk Twitch zonder creators is niks. Hoe kan ik die, kan ik ervoor zorgen dat ze nog meer gaan streamen, nog beter gaan streamen, nog meer mensen gaan trekken, blablabla. Bla bla. Ja. En in heel, geval, heel veel gevallen lukt dat dus niet. En dan kom je altijd tot de optie. Oké, okay, dan gaan we maar bezuinigen. Dan gaan er maar 400 man uit. En wie weet zitten er ook wel weer mensen die gewoon eigenlijk functies hebben die ja, niet, niet, niet nodig zijn. Nou, uh, maar voordat eenvijfde... de mensen eruit vliegen, wordt, ja. er, wordt er al heel erg bezuinigd. Nee, is ook zo. Dus de alle markten, vroeger deed Twitch deed ja. al marketing. Weet je, Wij zijn nog wel eens gesponsord door Twitch. Je willen mm -hmm. een van GameKings daar hebben. Dat soort dingen. Nou, dat is al, uh, al heel lang niet meer zo. Ze hebben ja. Dat geld hebben ze helemaal niet. Nou ja, het ding is dus. Uh, en uh, ik weet niet of het lijkt wel alsof het artikel is vastgelopen bij ons op uh, het beeld voor ons. Uh, maar in dat artikel staat ook dat ze uiteindelijk nu toch weer gaan proberen. Dat ze nu toch inzien dat, uh, dat, dat grote streamers uh, en, en, en nieuwe nieuwe vormen van streamen, nieuwe programma's, uh, dat het belangrijk is dat ze die mm. misschien toch wat dichter bij zich moeten houden, want op een gegeven moment dus hadden ze aangegeven, oké okay, iedereen die groot is, 70-40, 70-30 in plaats van 50-50, dus de, van 70-30 gingen ze terug naar 50-50. Dat nou, is heel... de verdeling van de ja. uh, subscription. Nou, nu uh, heb je dus inkomsten. Kik, dat is een nieuw platform, um, daar is het 90 om 10, weet je wel, Ik bedoel, uh, ja, dan gaan die mensen daar naartoe, ja. dan raak je je grootste platformen kwijt, uh, omdat je daar niet in geïnvesteerd bent en op een gegeven moment heb je geen content meer, kijkt niemand meer, als niemand kijkt verkoopt geen advertenties meer. Maar, maar dit vind ik heel interessant, want dat um, ja. uh, dus het lukt de start-up Kik dus blijkbaar een marktaandeel te kopen door um, een grotere deel van de revenue uh, te beloven aan de content creators. Ja. Um, als dat inderdaad zo is, dan betekent dat het product Twitch niet goed genoeg is. Mm -hmm. Want als het product Twitch blijkbaar inwisselbaar is voor Kik, ja. um, gewoon omdat je daar wat meer geld verdient, dan is de meerwaarde van Twitch is nou, genoeg of tenminste, is er wel heel erg klein. Nou ja, dat, dat is dus het, 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 het. Kijk, die grote jongens. Um, ik bedoel, laat ik, laat ik zeggen van in Nederland zijn wij relatief gezien oké okay groot. Weet je wel? Ik bedoel, no way near die gasten die gewoon 300.000 uh, subs hebben en dat soort dingen. Maar die heb je maar, in Nederland niet. Wij zouden, als wij naar YouTube gaan, dan kost het ons een paar weken om in ieder geval een groot deel van die mensen mee te krijgen... omdat ze altijd op ons platform zitten. Voor de middelgroot en kleine uh, is dat fucking moeilijk. En je ziet ja. nu al die aantallen naar beneden gaan. Um, voor die, en als je die grote ook kwijt zijn, die grote die zijn vaak weer het aantrekmiddel... voor mensen om naar Twitch te gaan... en die zien dan de middelgroot en de kleine. Dus het is... Ja, het het beïnvloedt allemaal. Er zijn natuurlijk een aantal dingen aan de gang. Um, en wat, hoe zie je? Sorry dat maar hoe zie jij YouTube hierin? Want YouTube is keihard bezig geweest. Zeker om te proberen Twitch uh, het, ja. het, het gras voor de voeten te maken. Maar ik zie een andere, veel grotere uh, concurrent op dit moment. En um, dat is TikTok. En dat ja. klinkt heel raar. Um, maar TikTok, um, kijk, een deel van de fanatieke Twitch-kijkers zijn. Kids en jongeren. Maar ga je live video kijken op TikTok? Dat is enorm populair aan het worden. Dat zijn hele korte streams waar en die, die kids die consumeren heel veel heel snel. Ik bedoel over het algemeen, er zijn natuurlijk heel veel mensen die Twitch kijken voor één streamer en mm -hmm. daar daar die twee uur pakken. Maar heel veel mensen die zetten het gewoon aan en die gaan even kijken wat is er allemaal. Ja. Die gaan naar TikTok. Het is een het is een, het het feit is dat Twitch dus die antwoorden niet heeft op. Die, die vorm van concurrentie. Nou ja, TikTok, Het algoritme van TikTok is echt ontzettend goed. Kijk, ik ben ja. geen fan van het platform. Ik nee. vind het te kut voor woorden. Maar <laughs> ik zie ook wel dat het gewoon ontzettend populair is. Ja. En um, dat is waarom je nu dus in Amerika al die regelgeving krijgt. om die, ja. die ze willen TikTok verbieden. Niet omdat het nou meer of minder gebruikers bespioneert. want dat doen ze allemaal. Maar um, gewoon omdat het uh, advertentieinkomsten wegneemt van uh, Amazon. Van, van, van Google, mm -hmm. van Facebook en waar gaan die inkomsten? Die gaan allemaal naar, uh, naar Singapore uh, uh, of naar China, zelfs in dit geval. Ja, ja, dat, dat, dat vinden ze niet leuk in Amerika. Dan willen ze TikTok verbieden. Maar goed, veel succes ermee. Maar in ieder geval <laughs> denk ik van ja, blijkbaar doet TikTok iets heel erg goed. En dat zit hem in dat algoritme, dat ja. zit hem in, in hoe jij video's te zien krijgt. Een ander probleem wat Twitch heeft, is natuurlijk gewoon uh, de monetisation. Ik bedoel, je krijgt een deel van de subs. Dat is de enige manier. Enige manier de, eerste, de, 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 de ene manier om geld voor ze te verdienen, de andere manier is advertenties. En de laatste tijd zie je al dat ze van één advertentie naar twee, soms wel zes achter elkaar Jezus, ja. uh, aan het gaan zijn. En je merkt dus dat waar het op de televisie voor vroeger nog geaccepteerd werd, uh, waar het bij YouTube al een beetje vervelend begint te worden pikken mensen het bij Twitch helemaal niet. Nou ja, je kunt Op YouTube kun je een adblocker installeren. Bij Twitch kan dat niet. Ja, en bij Twitch kun je het uitzetten. Maar ze hebben het nu zo gepoest, die streamers, van om, dat is de enige manier waar je nog geld mee verdient. Dus nou, en maar, is, maar er is nog één ander ding. Ja. Dat, dat zie ik namelijk heel erg gebeuren. Is dat... Oké, okay, je hebt een livestream. Ja. Die, die, weet ik veel. Die duurt twee uur. Ik zeg maar wat. Je bent mm -hmm. De hele avond. Je bent, het, je bent Minecraft aan het spelen. En samen met nog twee anderen mee dat live. van Een ja. gezellig en een feestje. Vervolgens neem je die video en die zet je op YouTube. En daar blijft die inkomsten genereren. Mm -hmm. Dus daar haal je die miljoenen views. Terwijl je op Twitch alleen maar die. Uh, ik, ik, ik heb het even over grote streamen. Laten we zeggen dat je een keertje 5000 uh, gelijktijdige kijkers hebt. Dat is veel voor Twitch. Ja. Dat verdient niets. Zo'n video op YouTube, waar je gewoon uh, gedurende de eerstvolgende twaalf maanden, ja. misschien wel twee, drie miljoen views uh, genereert, nou, dat levert je 1500 euro op. Nee, dat, dat, dat is nee, gewoon, ja. dat is business. Maar goed, de grootste streamer op dit moment, een, uh, een Amerikaanse gast, die heeft 300.000 subs. Nu T weet je, Tule, snap ja. ik snap dat er echt wel die uh, subs, uh, daar verdien je het geld aan, niet aan, aan, aan de views en, en en dat soort dingen, ja, maar bij YouTube dus wel. Ja. maar wat wat krijg ja. je, dus die content die migreert van ja. van Twitch naar YouTube toe, mm -hmm. dus omdat het op YouTube staat, en op een gegeven moment is het zo van hoe belangrijk is het nog werkelijk dat je live mee zit te kijken voor een gedeelte absoluut ja nee maar als ik gewoon thuis kijk wat mijn kids kijken bijvoorbeeld nou die zijn die zijn eigenlijk hebben die twitch nog nee. niet ontdekt en die zijn gewoon op youtube die shit dan kijken. Ik, ik denk dat twitch ook een existentiële crisis heeft op dit moment van dat mensen ook voor een deel zoiets van oké okay, we hebben het nu we hebben het nu in het aantal jaren gezien het, het blijft de hele tijd een beetje hetzelfde het vernieuwt niet echt weet je het blijven gewoon gasten die aan de gamen zijn erover aan het praten zijn dat dat wat minder wordt. Die ads hebben nog een ander probleem. Ook dat is weer een creativiteitsprobleem. Uh, ze kunnen niet goed plannen wanneer die ads er zijn. Ik bedoel, ja. Kun je je voorstellen dat je in een wedstrijd zit te kijken op televisie? Ja, precies. En op het moment dat er een doelpunt is, bam, advertentie. Je it. wordt Tuck helemaal it. gek. Yeah. Dat heeft dit ook. Dus mensen zitten bijvoorbeeld iets heel spannends te halen. Ja. Moment in een game, bam, je hebt advertenties. Het werkt niet en maar dat ze, is wel ze hebben zo, geen oplossing. Maar dat is altijd zo. Advertenties werken per definitie nee, niet. Dat nee. is het stomme eraan. Het is een soort noodzakelijk kwaad op een of andere manier. Omdat ja. adverteerders nog niet ontdekt hebben... hoe ze dan nee. die content moeten monetizen. Maar... Ja. Maakt niet uit verder. Ik bedoel dat uh, als Twitch ervoor kiest om hun kijkers uh, weg te pesten, <laughs> nou, dan komt er dus een Kik of een of andere platform die zegt: ja. gewoon van ja, nee, do, dan doe ik het wel. Ja, nou ja, goed. Het enige nadeel is daar dan weer van. Dat zie je altijd. Weet je wel, er zijn nog geen regels. Dat is een andere perk van Kik. En wat zie je dan? Dat gasten die alleen maar porno aan het kijken zijn of de hele tijd een lul uit een broek halen, bij wijze spreken, weet je, dat is het jammer. Maar goed. Maar ik dat denk dat het wel belangrijk is want er moeten weer disruptors komen die, die gewoon zeggen van oké, okay, wij gaan een ander model. Maar waarom? Want als je nou kijk, dat is het hele ding. Als jij die video's nadat je hebt gelivestreamd op Twitch op YouTube zet mm -hmm. en daar wordt het uh, weet ik veel gedurende twaalf maanden nog eens een keer 2, 3 miljoen keer bekeken. Op een gegeven moment gaan mensen gaan zich ook abonneren op zo'n kanaal. Tuurlijk. En dan wat je dan ziet is ja. dan van hé, hey, er staat weer een nieuwe video, hey, er staat. Op een gegeven moment kun je ook gaan livestreamen op YouTube, want je ja. hebt dat bereik toch al. En dat, want dat vind ik interessant. De meerwaarde van Twitch zat er voor mij altijd in het algoritme van mm -hmm. wie is er live? Weet ja. je, ik bedoel, je hebt het netwerkeffect van alle mensen die Twitch gebruiken en dan gaat, weet je, Gamekings is live. Oh, je krijgt een mooie uh, uh, melding en uh, je kan kijken, weet ik wat. Maar nu, sinds uh, Twitch het toestaat dat je ook restreamt naar uh, YouTube toe. Mm -hmm. um, ik kijk liever op YouTube. De kwaliteit is hoger. Okay, ik, ja. ik word minder getergd met advertenties. Ja. Um, en ik zie het letterlijk bij, um, laatst was er een Nerd Culture livestream. Ja. Uh, en uh, op Twitch zie je dan een groot uh, plakkaat over de gezichten heen van ga kijken op YouTube. Ja, waarom? Op YouTube kun je veel beter je kijkers vasthouden. Dat mm -hmm. is gewoon een veel beter uh, ja. sociaal medium platform. Twitch heeft gewoon de wind tegen. En, uh, ja, maar ze hebben ook niets. Ze zijn stil gaan staan. Ja, nee, dat bedoel ik. Van Ze hebben de wind tegen. Ze zijn stil gaan staan. Ze hebben de oplossingen niet. Uh, dan heb ik altijd een beetje het gevoel op mensen. Als, als, als er zulke grote ontslagen vallen. Mm -hmm. dan is het eigenlijk. in de meer is, is het vaak ook een beetje aflopende zaak. Want ik bedoel, tuurlijk. op de korte termijn zul je kosten besparen. en kun je weer een jaar verder. Maar de oplossingen zitten in. wat is het antwoord van het veranderende medialandschap? Van Twitch? Nee, en die heb ik niet gezien. Maar weet je wat ik denk? Oké, okay, dus ze, ze hebben 2500 man. Er zijn er nu, uh, pakken mee 20% uitgegooid. Laat ja. ze, laat ze nog 2000 over hebben. Daar zitten dan een heleboel developers bij. Mm -hmm. Wat hebben die mensen gedaan de afgelopen twee jaar? Nou ja, weinig. Maar je kan de, de, de gewone mensen er de, de schuld voor geven. Uiteindelijk moet die ook aangestuurd worden. Ja, Oké, okay, snap ik. Maar hoe je het ook bent of keert. Ja. Je hebt zoiets als de wet van de remmende voorsprong. Oh ja. En wat al die grote Zeker? platformen uh, nu tegen zich hebben. YouTube ook en Twitch ja. helemaal. Is dat je... Uh, Opeens, als een donderslag bij heldere hemel. Is, mm -hmm. uh, heeft uh, AI zijn intrede gedaan. Ja. En. Nou, ik, ik, ben, ik ben lid van een of andere lijst. En dan krijg je, of het is een soort mailinglist. Dan krijg je elke dag krijg je een soort van het nieuws in uh, AI-landschap. En dan zie ik wat voor start-ups of wat voor projecten er gelanceerd worden. Dat ja. is fucking mind blowing. Ik krijg elke dag zeker, zeker 15 nieuwe projecten. Ja. En dan moet je je voorstellen: dan zijn het uh, dingen als van een videoplatform wat live je content met behoud van je ja, eigen ja, ja, ja. stem vertaalt in 30 andere talen. Ja. Weet je, en ik heb er dus zoiets van. Waar is fucking Twitch? Weet je, ja. waar, is, waar zijn al die uh, partijen met deze development? Die zijn niets aan het doen. Die zijn, die zijn aan het slapen. Die worden nee. links en rechts ingehaald door andere shit. Maar het is het, het is vaak toch wel dat er. Wat ik al zeg, dat er waren volgens mij twee gasten, de original ones. Eentje was er al weg. Uh, de tweede is nu ook weg. Dat zijn wel de dan als op een gegeven moment het management de spirit ontbreekt. van... Oké, okay, nu gaan we er even met ze de schouders onderzetten. Ja, je, je kunt niet meer innoveren. Dan. En, en dan, dan, dan slaat het gewoon helemaal dood. En, en um, dan is het, uh, het dweilen met de kraan open. En ja, goed, we gaan het gewoon in de gaten houden. Um, ben je maar, positief over Twitch? Nou, nee, ik vind ze niet. Ik vind, ik vind dat ze niet innoveren. En ik vind het ook raar dat ze hun belangrijke assets, de grote streamers, aan het aanpakken zijn, weet je wel. Van, ja. van, als, als je te weinig geld hebt en je gaat het geld halen... van de mensen die de content voor jou maken. Dat, Meestal niet echt heel erg slim. Maar ze hebben nooit nagedacht. Ze maar hebben alleen maar nagedacht over groei, nooit over verdienende op het moment dat er platformen komen waar die grote streamers ook naartoe kunnen en beter kunnen verdienen, zijn ze weg. Zo ja. simpel is het. En, en dat is dat, daar kan je niet tegen knokken. Maar goed, um, ja, dat kan wel, maar dan moeten ze slimmer zijn. Ja, um, we gaan even verder. Uh, het is uh, ja 2022, ligt alweer een tijdje achter ons. Uh, maar uh, ja, belastingpapiertjes zijn allemaal ingeleverd, dus dat betekent dat je een beetje uh, uh, wat. Um, ja, een beetje kunt uitvogelen wie wat verdient. Dat gaan we het hmm. zo over hebben. Deze vond ik wel leuk. Metacritic. Even kijken of we hem kunnen zien in beeld. Het is een lijstje uh, van um, de uh, Annual Game Publishers Ranking. Nou, je ziet hem voor je. Het lijstje uh, van Metacritic. Metacritic is een website die verzamelt uh, alle cijfertjes die worden gehangen aan reviews. En dat tellen ze dan bij elkaar op en dat delen ze dan. En daar blijkt dus dit jaar dat Sony, Boris, haha, ja. Sony heeft de beste games gemaakt. De hoogste Scoren, hebben hoofdscore. ze gekregen. Dat is ja. wat anders dan de beste games. Ja, oké, okay. okay, nee. Uh, er is één ding opvallend. Uh, als je kijkt naar dit lijstje, bedoel, ik wil het er niet te lang over ze hebben. Ze hebben twee games gemaakt, <laughs> voor de duidelijkheid. Nee, nee, nee. Hebben ze twee games? Ja, nummer, nummer twee. Of de... Nee, ze waren vorig jaar nummer twee. Oh, oké, okay, oké. Okay. Nee, Hoeveel we... games hebben ze nee, gemaakt? Zat dat er niet? Nee, maar dit is heel raar. Ik weet niet wat dit betekent. Goed. Uh, hier zie je dat hele lijstje. En vorig jaar was er een nee, andere. Nee, nee, wacht even. Wacht... Ze hebben wel degelijk twee games gemaakt. Want kijk maar. Ja, maar hier hebben ze interactie... er allemaal nul gemaakt. Dat kan toch niet. Je kunt er toch geen nul games maken. Activision Blizzard. Ja, dan hebben ze gewoon, dan hebben ze cijfers gekregen voor games die vorig jaar uitgekomen zijn of zoiets. Ik, ik, nou goed. om op uh, on, 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 de releases van 2022. Nou ja, goed. Anyway, uh, er is namelijk één partij die hier volledig niet in voorkomt. Okay. En dat was de winnaar van vorig jaar. En ik ben helemaal naar beneden gegaan. Dit is nou Microsoft. Ik dacht, waar zit Microsoft dan? Waar is Microsoft nou? Microsoft ja. zit niet bij de eerste 45. Sure. Uh, oh, hier. Only we... Publishers releasing at least five scored distinct titles. Dus vijf uh, hebben ze er minimaal bij moeten zetten. Anders krijgen ze gewoon geen cijfer. Oh, okay. En het geeft gewoon aan. Uh, dat maar heeft Sony, sorry, heeft Sony vijf games released in 2022? Ja, want daar zitten natuurlijk ook gewoon kleinere producties bij. Uh, okay. Dat soort dingen. Ja. Uh, een remake kan een productie zijn. Ja, okay. En dit laat natuurlijk ook wel zien het euvel van Xbox in dit hele ja. verhaal. Ze, hebben geen, ze maken bijna geen games. Dat moet echt gaan veranderen, want dit is gewoon niet goed. Ja. Uh, dan kan je nog zo'n leuke Game Pass hebben. Uh, vandaag ook het bericht dat de 1-euro-1-dollar-optie die gaat weg. Ik wist niet eens meer dat die er was, maar die was er nog steeds. Die gaat nu weg. Wat is dat? Uh, dat je een Game Pass voor een maand voor 1 dollar kan uh, oh, Nou, ik ken iemand die dat altijd deed. Ja, dan moest jij nog een, een account aanmaken in Amerika. Dus exact. Al, ja. uh, dat is nu weg. Dus ik denk ook langzamerhand dat we nu toe gaan, uh, uh, naar de tijd dat er ook geld verdiend moet worden. Dat dat soort bedragen, uh, dat Game Pass niet meer wordt weggegeven nou, voor dat soort bedragen. Ik, ik zou je zeggen, ze moeten oppassen. Want als ze niet heel snel die content uh, opkrikken. Nou ja, ik denk dat dat wel. Ik denk dat ze zo slim zijn dat ze denk ik wel het fiducie hebben dat ze nu genoeg content gaan brengen. Maar dan, dan zou ik dat doen als Starfield uit. Ja, komt, dan zou ik die 1 euro weggeven. Want... Het, het is ook namelijk een gerucht dat dit gaat gebeuren. Uh, mm -hmm. En dat het zo langzamerhand gaat verdwijnen. Ik denk dat dat met elkaar te maken heeft. Dat op een gegeven moment ze zeggen: Oké, okay, nu hebben we voldoende content. Uh, nu moeten mensen ook maar gaan betalen. Okay. En um, ja, dan gaan we zien of dan binnen 1, 2 jaar opeens de prijs. Hop, Omhoog gaat uh, als de andere partijen een beetje uit de markt uh, zijn gezet, maar goed, dat, uh, dat zullen we dan uh, even ja, zien. Uh, even kijken, dit vond ik ook een leuke. Um, nee, we gaan even kijken naar waar, waar heb ik dat nou? Dat ding moet ik even kijken, hoor. Sorry. Uh, Even kijken hoor. Um, welke publisher verdient namelijk het meeste geld? Dat is eigenlijk nog veel interessanter. Ik denk dat dat ook Sony is. Als um, dit zijn de 20.2022. Nou, de revenue. Ja. Dit is. Uh, en het heeft ook allemaal een beetje te maken met natuurlijk dat hele verhaal wat Sony heeft op, opgeroepen. Namelijk van: Oh, uh, weet je wel, als dit gebeurt, dan worden dan zijn we zo klein en dit en dat. Dat Calimero-verhaal. En dat verhaal begint nu toch een beetje uh, scheuren te krijgen. Uh, dit zijn eventjes. En deze man heeft dat gedaan. De revenue heeft alles bij elkaar opgeteld. Uh, Tencent staat bovenaan. En Tencent heeft ook weer voor het eerst sinds lange tijden uh, rode cijfers. Dan is het goed, hè? En zwarte cijfers. Zwarte cijfers geschreven. Die hebben een ja. tijd lang ook een beetje verlies geleden. Dat komt vooral omdat in China de teugels als het gaat om games flink zijn aangehaald. Dus niet alles mocht weer worden uitgegeven. Er mochten geen deals met het buitenland worden gesloten. Bladibladibla. Uh, dat is nu weer omhoog gegaan. Zij zijn zij gewoon de grootste partij. En daaronder zit dus inderdaad PlayStation, Xbox. Ja. 15 miljoen. Die zitten nog 10 miljoen, uh, 10 miljard. Ja, miljard onder. Uh, NetEase. Ja, is ook zo'n bedrijf wat wij eigenlijk nauwelijks volgen. Is dat ook Chinees? Uh, ja. Volgens mij is het in ieder geval Aziatisch inderdaad. Ook heel veel van, ja, je vindt de, de service-achtige games. Nintendo, uh, ja, doe doen het fantastisch hoor. Maar je ziet wel de helft zo klein als bijvoorbeeld een Tencent. Uh, Bandai Namco uh, doet het toch ook heel erg goed. Activision IENA nou, gaat door. Uh, Embracer Group zit eronder. Ja. Nou, en dan, ja, helemaal onderaan bijna. Ubisoft, dat, dat is... Weet wat ja. grappig is? Ik, ik kan me nog herinneren dat uh, Ubisoft was op een gegeven moment... In ...een van hun beste jaren waren ze echt een soort van IE naar ...de kroon aan het ja. Of stijgen, hoe heet dat? En toen um, zat de IA op dat ogenblik, die zat rond de 2 miljard omzet. En Ubisoft, die zat daar net tegenaan. aan. Ja. En dan moet je nou eens kijken naar ja, de PlayStation: 24 miljard ja. Xbox. Als je kijkt gewoon hoe groot die bedrijven allemaal geworden zijn, mm -hmm. uh, de afgelopen met 5 jaar. Ja. En ja, Ubisoft is blijven staan, weet je maar. Dat zij gewoon ingehaald zijn door Sega bijvoorbeeld. Dat is echt. Ja. En ook Square Enix hoor. En Konami. Dat is echt, dat is echt bizar. Dat, dat is bizar ja. Ubisoft had mee moeten groeien met die grote jongens. En ook een soort van 8, 9 miljard omzet moeten hebben. Ja. En omdat ze dat niet gedaan hebben zitten ze nou zo'n zwaar weer. Ik vind Take-Two ook opvallend. Um, waarom vind ik dat opvallend? Uh, als je kijkt naar Take-Two. Zij hebben de allergrootste franchise die er is. Namelijk Grand Theft Auto. En eigenlijk een van de... Top 10 grootste franchises Red Dead Redemption. En toch staan zij nog onder IA die ja eigenlijk vooral draait op FIFA, fut, uh, Madden, uh, misschien nog wat andere ja, dingen. Uh, kijk, en een, een, uh, daar hebben we het al eens over gehad. Maar IA heeft al die franchises. Dus FIFA is een franchise, ja. uh, weet je, maar ook die, uh, die Star Wars shit van ze. Dit zegt niks over de winst die ze maken. Dit is uh, de omzet. Dit is de omzet. Nee, dus EA heeft een ander probleem. Die, maar ik weet zeker dat die, dat ze durf ik zo uh, een wetenschap over te maken, dat take two meer winst maakt dan IA. Dat IA wel bijna de dubbele. Uh, uh, iets minder dan de dubbele hoeveelheid omzet. Eruit. Ik dacht wel dat EA meer mobile doet en dat zit hier natuurlijk volgens mij ook een beetje in. Tuurlijk, ik, ik weet niet of ja. king in zit en take two heeft natuurlijk uh, die wil heel graag die mobile markt op. Um, dus nou, ja, maar, dit, en de, ja. Weet je, het is ook gewoon die, die. Kijk, het gaat om die omzet. Hè? En als je kijkt ja. dat die omzet aan de ene kant uh, wordt gedreven door, uh, door nieuwe uh, releases en, ja. andere, en dat heeft take two niet en EA wel. Ja. Um, en aan de andere kant gedreven worden de microtransactions. Nou, dat heeft IA heel erg veel en take to een beetje. Ja, nou, GT GTA Online. GTA Online en natuurlijk, ja. uh, hoe heet het? Uh, MBA. MBA ja. Dus dat zijn uh, de microtransaction-inkomsten. Uh, uh, nou, ja, dat doen ze dan nog 4,8 bijna ja. 5 miljard mee. Ik, ik vind het knap. Dit, deze aantallen gebruiken ze ook bij overnames, toch? Het is, de overname is altijd gewoon toch de omzet. Maal zoveel, dat is ongeveer de nou, waarde van een bedrijf? Nee, je hebt heel veel verschillende manieren waarop ja. een bedrijf gewaardeerd kan worden. Maar wat jij schetst, dat is iets wat je hebt in een hoge conjunctuur, Weet je, ja. dat als. als Weet ik veel, meerdere bedrijven aas op één bedrijf. Nou, dan wordt er echt wel acht tot tien keer, uh, 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 ja, toch wel vaak de winst, hoor. Niet zozeer, ja, de, ja, niet ja, zozeer ja. de omzet uh, uh, wordt er betaald. En als, als de uh, conjunctuur naar beneden gaat, ja, dan ga je, ga je mindere waarderingen zien. Ja. En dat is, uh, uh, die Activision Blizzard overname was echt het toppunt van, ja, nou, <laughs> van de hoogconjunctuur, weet je. Nee, dat, uh, 91%. Dollar volgens mij per aandeel ja, staat Activision. Ja, nou, daar gaan we zo over. Maar wacht even, oh, oh, nog hele oh, ja, ja, nog even een seconde. Ja, nog even een seconde. Ja, want dit gaat over cijfers van 2022. In 2022 is toch de overname geweest van Activision Blizzard? Uh, ja, 2022. Nou, Oké, okay, ja. dan ja. zie je daar 7,5 uh, miljard zet Activision uh, Blizzard om. Mal 10 ongeveer 9, 10. Uh, hebben ze dus 10 keer de omzet betaald? Dat ja. is fucking insane. Dat ja. betekent dat Microsoft echt heel graag wou op dat ogenblik. Maar ze hebben ja. veel te veel betaald voor dat bedrijf. Echt veel te veel. Ja, nou ja, dat, 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 dat neem ik aan. Straks gaan we even kijken naar de, de, uh, de aandelenkoers van Activision. Um, dan had ik nog even een dingetje. Oh ja, dat is even dat inkijkje. Even kijken waar, waar kan ik die vinden. Uh, oh ja, dat is deze. Deze vind ik leuk. Uh, soms, uh, LinkedIn is, het, het blijft gewoon een hele leuke bron van, uh, van informatie. En mm. um, dit is dus blijkbaar een gast. Ik, eigenlijk weet je eigenlijk niet zoveel over. Wat kost nou een game? Dat krijg je bijna nooit te horen. En wat is dan eigenlijk het doel? Doelstelling. En ik wist niet dat er... Ja, natuurlijk hebben ze een doelstelling. Maar deze man... Uh, die, uh, ja, die klopt zichzelf op de borst. Hij zegt... Ik ben een lead brand creation... Voor AAA Borderlands spin-off franchise... Tina Tina's Wonderlands... Four year revenue goal... 226 miljoen... Dus het budget was 30 miljoen... Om deze game te maken. En... Hmm. Het doelstelling was om binnen vier jaar 226 miljoen dollar ermee te verdienen. Um, ik wist niet dat, dat het zo ambitieus is, dat soort goals. En dan snap ik ook wel waarom er vaak goals niet worden gehaald. Nou, ik. Vind, is dat ja. zou. Kijk, het is natuurlijk wel een, uh, een goede game. De ja. huis ook goed gelanceerd. Ik, ja, ik, ik er valt weinig af te dingen. Ik weet nog dat ze dat grote evenement hadden in uh, uh, in L.A. waar je dan uh, veel streamers konden daar al live streamen. Mm -hmm. Nu zou dat niet meer werken, maar maar voor um, uh, voor de launch toen van de, de of eigenlijk de review van Tiny Tina heeft dat toen nog best wel goed gewerkt. Um, ja, ik denk dat. Ik denk dat ja, deze, goed, hoeveel, deze... hoeveel houden ze over aan, 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 die, aan het verkopen van een game? Want ik weet niet of deze nou heel erg MT was. Uh, qua qua uh, wat ze moesten doen. Senior Manager Global Marketing sorry, Reken maar dat het management team. Uh... Nee, nee, MT. Of de marketing oh, in die okay. game zitten. En ik zit even te denken van: als die game uh, 70 dollar kostte, wat houdt K eraan over per game? Volgens mij is van 25. Als je de belasting eraf haalt, uh, weet je, platformkosten. Uh, ja? uh, ik dacht uh, ergens rond de 25. 25 dollar. Nou, dat Gaat moet je bet... dan delen door 225. Ja, dan krijg je dus iets als 10 miljoen stuks die je moet verkopen. Ja, Het zou kunnen. Um... Ik weet niet of ze het gedaan hebben. Dat, dat, dat weet ik dus niet. Maar ik vond het gewoon. Ja, maar... Ik denk eigenlijk dat ze het wel hebben gedaan. Ja. En, en anders dan. Uh, uh... Je hebt de laptop, dat ja. kun je zo opzoeken. Hoeveel maar, heeft Borderlands? Het, het, uh, het grappige is de dus waar mensen uh, van dit soort gegevens uh, zijn ontzettend uh, uh, eigenlijk geheim, willen ze eigenlijk liefst niet uh, even kijken. Ik kort. weet niet of dat zo geheim is. Ja. allemaal. Uh, uh, als jij de jaarverslagen hmm. nakijkt van, uh, van dit soort bedrijven, dan staat dat er maar, allemaal wel in, hoor. Tina, Tina, tiny tiny, 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 Tinas. Ik heb als aangifte gedaan van, van een <laughs> diefstal, toen deed die agent die type, net zoals jij. Ja, ik kan het. <laughs> Wonderland Sales. Even kijken. Uh, dramatically exceeded. Oké, okay, oké, okay, ja. oké, okay, oké. Okay. Ja, oh, ja. godkleren, man. Nee, weg. weg deze? Uh, deze. Hup. Wat staat er? Jezus Christus. Oké, okay, andere site. Andere site. Oh, ik haat tegenwoordig heel veel site. Ja, maar dit is launch. Dit is. Ik zie de expectations. Hoeveel stuks? Nee, het is niet launch. Je kan als VG Charge. Ga eens naar VG Charge. Met de Z. VG Charge. Ja, dat staat er al. Ja. Ja, dat is alles bij elkaar. Dat is ja, dan, dan, dan PlayStation 4. Oké, okay, maar dat kun ook wel vind je wel. Jezus, Mina, jongens. Ja, al die kut Even kijken. Maar nou, er staat wel niks. Kun je niet even op de, de pagina van Tiny Tina? Klik eens op dat logotje van Tiny Ja, daar inderdaad. Dat, nou, daar, ja. Ja, Dit is Playstation, denk ik. Maar nou, we kunnen het even niet vinden. Ah, wel man. Kom op, dat kun je zo vinden. Nou goed, oké, okay, dan moeten we het andere keer doen. Maar het zou me niet verbazen als die game gewoon uh, tien miljoen stuks verkocht heeft. Hoor. Misschien wel mm meer -hmm. zelfs. Uh, ja, het enige wat ik kon vinden is dat ze, uh, they exceeded our expectations. Nou, als de expectation dus 226 miljoen was, blijkbaar, dan hebben ze dat wel gedaan. Ik vond het gewoon grappig dat ik, uh, ik hou altijd van dat soort... En ik vind het helemaal niet, moet je kijken, Borderlands 3 heeft het goed gedaan, dit is dan een soort spin is wel veel. Hoor. Ja, maar het is ook niet onmogelijk. Het is, het is zeker niet Het onmogelijk. is gewoon een nee. goed, goed lopende game. Ja. En dat, uh, en inmiddels weet <tus> je, ik bedoel, ik weet niet of het op Game Pass heeft gestaan, maar dan heb je echt wel, uh, Het game heeft het echt wel goed gedaan hoor. Dan gaan we Even naar een stukje uh, uh, won't well go broke, jongens. Uh, we krijgen er wel eens commentaar over dat we het er te veel over hebben. Maar ik vind het toch wel... Dit vind ik wel weer een voorbeeld waarom ik, ik persoonlijk het er af en toe over wil hebben. Um, omdat wat ik al zeg, waar ik een bloedhekel aan heb is niet zozeer als er minderheden en zo uh, ja, gewoon ook een gezicht krijgen dat, 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 dat er meer mogelijk is voor hun. Normaal, dat, dat moet ook. Het gaat erom bedrijven die de goede sier maken met dat soort zaken. En dat niet doen omdat ze het echt willen. Maar omdat ze zien van hey, marketingtechnisch is het fucking interessant om dat nu te doen. Dus ik ga nu opeens uh, ja. heel erg uh, boog doen. Nou, FIFA 23 heeft natuurlijk uh, vrouwenvoetbal. Uh, daar waren ze vrij laat mee, want vrouwenvoetbal bestond al... Jaar en op een gegeven moment uh, ze deden nooit een vrouw op de curve, want dat verkocht allemaal niet. Dat heb ik letterlijk van die mensen gehoord. Totdat er een moment kwam dat het blijkbaar dan wel kon. Ja. Dus dat dan, dan doe je niet ideologisch. Want als je het ideologisch doet, dan zeg je: Fuck het. Wat mensen denken. Ik vind het belangrijk dat vrouwenvoetbal op mijn FIFA staat. Ik doe het gewoon. Nee, ze wachten af tot het komt Toen hebben ze het gedaan. Nu hebben ze ook um, uh, nog meer ja, toernooien erin gedaan. Want er was wat kritiek op van: Ja, je kan een beetje met die club spelen, maar het is niet echt onderdeel van FIFA. Dus er zit nu. Uh, er zit nu de National Women's Soccer League zit erin. En de UEFA Women's Champions League. Nou, dat is het hoogste. Het hoogste. Nou, hartstikke tof dat je dat kunt ja. spelen. Hartstikke leuk misschien ook voor meiden. En wie weet ook voor jongens om daarmee te spelen. En nu is er weer kritiek op. En die kritiek laat wat mij betreft gewoon heel duidelijk zien. Van um, um, dit is niet uit het hart. Want wat is het nu? Heel veel vrouwelijke voetballers zeggen van. Ja, dude. Uh, ik lijk voor geen één fucking meter op... <laughs> Wat het echt is. Terwijl de mannelijke voetballers allemaal heel oh. goed lijken. Ja en dat is gewoon geld dat betekent dat je terug naar de tekentafel moet de ze de hebben gewoon, ze gewoon, gewoon niet het geld uitgegeven om een vrouw uh, te 3D renderen maar dat is het dus, van, dus dan, de, het is voor de bune. Oh, we hebben nu ook toernooi. Ja, ja dan moet je ook die vrouwelijke supersterren die voor, voor meiden hartstikke belangrijk zijn die moet je opnieuw gaan inscannen, nodig ze uit dat soort dingen, dat heb je bij de mannen wel gedaan doe je dus bij de voetballers niet, oftewel je vindt het minder belangrijk en dus sta je wat mij betreft gewoon ongelooflijk voor lul met je hele verhaal, ja. dat is wat ik van vind ja, ik, ik, ik ben het er ja. mee eens. Weet je, ik vind uh, uh, je ziet van alle kanten dat vrouwenvoetbal nu echt gepusht wordt. Weet je, ik denk dat ja. toch ook zenders uh, zien er brood in. Weet je, er wordt ja. ook wel. Ik bedoel, als je naar de top kijkt, weet je, de Barcelona spelers. Ik ben even de naam kwijt hoe die de uh, ja. uh, dame heet, die zo ontzettend goed is die bij Barcelona speelt. Ja. Um, zo erg is dat dan. Dat weet ik gewoon de naam <laughs> niet, maar hetzelfde geldt voor de rest van de spelers van het mannelijke Barcelona team. Die ken ik ook niet. hoor. Okay. Wat dat betreft. maar goed. Anyways, um, ik weet je, je, je ziet gewoon een, die push om er om een, om een serieuze business van te maken. Mm -hmm. Dan gaat er ook meer geld binnenkomen. Ja. Dan gaat er, er zijn er meer kijkers, er zijn er meer adverteerders, er is meer geld, enzovoort, enzovoort. Maar bij FIFA, FIFA of EA laat nu eigenlijk gewoon zien waarom er geen dedicated vrouwenvoetbalgames uh, games zijn, omdat er geen budget is. Nee. <laughs> en waarom is er geen budget? Omdat er blijkbaar gamers geen interesse hebben in een vrouwenvoetbal no, game. Nog, nog te weinig. En, en nou vind ik ook wel dat het moet groeien, maar dan moet je het serieus aanpakken. En dan moet je gewoon zeggen, oké, okay, weet je, we gaan net zo lang door, we het is belangrijk. Uh, het gaat op hetzelfde niveau, hetzelfde level in onze game zitten. Ook al speelt op dit moment niet. En hoe moet dat dan werken? Stel je voor dat jij, uh, dat wij een potje doen en jij speelt met de vrouwen van Barcelona, ik met de mannen ja, van Barcelona. Dat, dat, uh, ja, nou ja, Moeten goed. die dan even goed zijn? Of is dat? Uh... In principe is er een sowieso als je met Excel tegen Barcelona speelt dat je alle dat, dat je iedereen even goed dat is. je iedereen even goed. Dat 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 ah, zou okay, natuurlijk dat mogelijk kunnen. Maken. Ja. Kijk, ik vind het wel belangrijk, want ik zie ook namelijk wat ik heel erg leuk vind is uh, als als het, het bijvoorbeeld het Nederlands team speelt mm -hmm. uh, en laat was ook. Fijn in de kuip, dan zie ik gewoon 30.000 uh, gezinnen gewoon met hun dochters. Weet je wel? En de sfeer was fantastisch. Als je nu naar Ajax Feyenoord bij de mannen gaat, dan moeten de netten worden opgehangen. Ik bedoel, het is leuk. Vrouwenvoetbal is belangrijk. Vrouwenvoetbal is de snelst groeiende sport. Heel veel meiden gaan het voetballen. Ja. Dus die hebben ook een helden nodig. Maar. Of je doet het echt. En dan doe je het ook vanuit je hart. Maar niet op deze shit. Want het, het nou ja, is. maar je weet gewoon. Je weet man. precies waarom dit is. Het ja. kost gewoon heel veel. Ik bedoel, die motion capturing. Dat betekent dat je Tuurlijk. een dag met ja. zo'n ster de studio in moet. Ja. En voor. Uh, uh, ik bedoel. Is het zo dat als je kijkt naar, uh, weet ik veel, de B-teams, de hera bij wijze van spreken. Geen gesprek naar hera natuurlijk, maar nee. daar, die zijn toch ook niet allemaal gemotion captured? Nee, maar, maar dat snap ik. Maar het is natuurlijk gewoon, kijk waar ze nu in vallen is, dat tromgeroffel van, weet je wel, de vrouwen, de grote sterren zijn nu ook bij ons, weet je wel. Ja, en, en dan is het En dan hebben die grote, kijk, niet, niet elke voetballer hoeft, maar er zijn gewoon belangrijke speelsters en die oh, lijkt gewoon... heet nou die ene chick, man, die zo goed is, die ja, bij Barcelona speelt? Ik ga het nu even opzoeken, Ik heb dat WK toen een beetje met een half oog gevolgd en toen... Uh... Oh, ik kan niet typen, man. Vrouwelijke speler <laughs> Barcelona. <laughs> nu, krijg je, nu krijg je porno uh, als je... Nee, nee nee, <laughs> nee, 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 nee. Ik krijg geen ervan, smeer Daar gewoon. is uh, Lieke Martens. Lieke, Lieke Martens. Ja, ja, fantastisch. Nou goed, even weer genoeg gerend uh, ja. We gaan eventjes door naar Activision Blizzard. Um, ik denk dat we zo langzamerhand nu wel in een stadium zijn gekomen sinds het afgelopen weekend. Dat, uh, dat we een, een, een aflopende zaak gaan hebben. Dat, een, dat de zaak naar het einde toe gaat komen. Ja. En dat komt dankzij de CMA. Ik zal nog even recapituleren. Uh, de hele wereld is ongeveer nu wel akkoord op. FTC Amerika, CMA UK en EU Europa. EU-Europa heeft al aangegeven als er wat kleine aanpassingen zijn, dan kunnen we daar wel Ik mee loop. leven. Voorname deal, ja. Daar kunnen we ermee mee leven. Uh, CMA en FTC waren nog steeds Mordicus uh, tegen. En um, FTC is Amerika, Amerika. En CMA is Engeland. Exact. Think. En. De CMA die donderstraalde afgelopen weekend hun voorlopige besluit uh, naar buiten, een voorlopig oordeel. Mm. En daar was, en inderdaad uh, hier gaat het eigenlijk om, de uh, CLA released a statement saying that one of its key professional concerns, een belangrijkste bezwaar, that the deal would harm competition if Microsoft made Call of Duty on Xbox exclusive, has now been addressed and is no longer een issue is no nou, longer an issue. Klaar, Bam, toch? klaar. Afgelopen en uit. Het gaat, de een het, het gaat nog een beetje om de cloud. Um, daar hebben ze nog wat vragen over. Ja. Maar ook daar komen ze wel uit. En dat betekent dus dat play Playstation... ook hier geen poot heeft op, op te staan. Maar wel... Uh, waarschijnlijk heeft bedongen... dat ze die game uh, een x-aantal jaar... ook naar de Playstation Nou komen. ja, dat is dus de vraag. Want... Tot nu toe, wat naar buiten is gekomen... is dat Sony nog steeds die deal niet wil. En, Microsoft, en was, het grappige is dat de CME nu geconcludeerd heeft... doordat hij ook gaat naar Nintendo en hij gaat naar GeForce. Dat ze zeggen, oké, okay, is prima. En dat, dat Sony dus mogelijk die deal helemaal niet krijgt. Nou denk ik wel dat ze die gaan geven, omdat ook wat duidelijk is... en dat zegt de CME ook. Ze hebben nu toch wel echt gezien dat, het, dat, dat, dat de, de leiding van... Microsoft krankzinnig moet zijn... om die game van de PlayStation weg te halen. Want dat gaat ze zoveel geld kosten. Dat zullen ze niet doen. Dat is ook altijd wat Xbox heeft gezegd vanaf het begin. Dat gaan we niet doen. Dat makes no sense. Um, dus de vraag is of zij nog steeds die goede deal gaan krijgen. Maar ik, ik denk het wel. Microsoft moet zich nu wel even groot houden. En gewoon zeggen van... hey, PlayStation, pak die tien, tienjarige deal. Uh, ze hebben ook gezegd um, uh, dat in tien jaar tijd... PlayStation een Call of Duty-vervanger moet kunnen maken. Tien jaar is lang genoeg, zei Microsoft. Ja. En dan heb je natuurlijk nu nog Amerika. En daar gebeurde dit, deze week ook iets heel erg leuks. En dat laat een beetje zien dat, dat Playstation, wat mij betreft of Sony, deze zaak zo juridisch gezien zo slecht heeft ingekopt. Wat hebben zij namelijk gedaan? Op een gegeven moment hebben zij de gamesindustrie kleiner gemaakt. Ze hebben eigenlijk gezegd van Nintendo doet er niet toe. Nintendo, dat is voor kids. Hmm. Let, bijna letterlijk, het gaat tussen ons en Microsoft. En die, die markt gaat verstoord worden. En daar is nu een Amerikaanse uh, politicus, uh, die heeft eigenlijk zoiets gehad van: oké. Okay, als we het nou gaan hebben over die markt in Amerika, dat het zo gevaarlijk is, laten we ook eens naar Japan kijken. Want in Japan is Microsoft totaal niet aanwezig Klopt. en heeft Sony een marktaandeel van 8 en hier, ze zegt ook: I'm, I'm told. That uh, Sony controls a monopoly of 89% of the high-end game market. Yet Japan's government has allowed Sony to engage in blatant anti-competitive conduct through exclusive deals and payments to game publishers. Ja. Kijk, dan nou zeggen mensen: Ja, maar is dat is fucking. Bedoel, Nintendo is is net zo groot als Sony's. Dat klopt niet. Nee, zij gebruikt nu de woorden die Sony zelf heeft gebruikt. Nintendo doet er niet toe. Ja. En dit bedoel ik van. Ze, ze, ze lopen nu aan alle kanten in het mes. Ja, maar en, uh, inderdaad. En die val hebben ze zelf. Uh, ze lopen in hun eigen messen. Ja. Uh, dat is lastig. Ik moet je zeggen, dit is een heel goed voorbeeld. van hoe uh, de Amerikaanse politiek werkt. Mm -hmm. En wat je hier niet leest. is dat deze senator Maria Cantwell. Uh, ze is Democraat, komt uit Washington. Nou ja, goed, dan weet je het vaak al. Die is um, um, gewoon door. Uh, Microsoft benadert en uh, dat die u? hebben een stevige contributie gedaan in haar campagne. <laughs> Ze zit ook in uh, Seattle, ligt in de staat Washington. Ja, dus zij komt ook, dus dat is <laughs> reken maar dat dit heel dicht bij uh, Microsoft zit. Microsoft betaalt gewoon voor haar campagne. Nee. Maar, um, maar dat heeft Sony in de EU ook gedaan. Begrijp ik, ja. Maar dit is hoe uh, wat Sony onderschat heeft: uh -huh. Microsoft is een zwaar gewicht. Zeker. En als je die Amerikaanse markt belangrijk vindt, um, ja, dan kan je maar beter. Uh, gewoon heel politiek uh, uh, je politieke uh, volspritten uitsteken en voorzichtig te werk gaan. Dat hebben ze niet gedaan. Nee. En ik denk wat dat betreft, Sony heeft um, echt laten zien. Uit wat voor hout het gesneden is. En ik, ik heb dat al eerder gezegd. Sony, ten tijde van de launch van de PlayStation 4, was een ander bedrijf. Mm -hmm. Dat waren creatieve mensen nee. die waren bezig met het bouwen van een, van een brand, van een product, ja. wat echt meerwaarde balt Tot op de dag van vandaag is de PlayStation 4 een fantastische console. Ja. En uh, die mensen zijn weggegaan. Nou ja, Waar zijn die Echt een ander kaliber uh, manager voor in de plaats gekomen. Dat, dat, dat het kamp Sean Leiden. Hmm. Uh, die zie ik de laatste tijd, al dan uh, Sean zelf, de laatste tijd ook weer wat op, uh, op, op social media wat dingen posten. Dat ik denk van oké, okay, volgens mij. Uh, uh, beetje eigen schuld dikke bult, weet je wel? Ja. Uh, uh, hij juicht dingen toe. Uh, de ging, uh, Microsoft had verteld, dus ze hebben een Xbox ID program mm. waarin ze dus uh, uh, allerlei indies uh, ja, he, Het de, Xbox, gaat ja. niet zozeer om winst maken, het gaat om van, uh, wat heb je nodig, hoe kunnen we je helpen? Nou, ze hebben 4 miljard dollar uitgegeven en dan zegt Sean, uh, dat is zo, zoals het werkt, weet je. Je moet... Je moet, je, je moet zorgen die veelzijdigheid van games moeten blijven bestaan. Wat heeft Sony de laatste tijd gedaan? Is natuurlijk heel erg gaan narrow op een paar IP's. Ja, nou, sterker nog, Sony had ook een heel groot indie programma. Zeker. Daar hebben ze de stekker uitgetrokken een aantal jaar geleden. Al niet profitable genoeg. Precies. Dus ja. wat dat betreft, wat doet Sony voor de diversiteit? Ook helemaal niks. Nee, en um, hoe langer ik en hoe meer ik, en, en nu ook met die afloop, denk ik van, hoe, hoe heeft Sony het zo ver kunnen laten komen? En dan kan ik niet anders dan concluderen dat ze daar zich echt Helemaal de pleuris geschrokken zijn van fucking hel dat 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 ze het gevoel hebben alle tafelpoten worden onze onze tafel weggeslagen als dit doorgaat. Ja, um, we moeten ja, ik heb zo'n zelf zo'n dubbel gevoel erover. Ik vind, ik vind serieus het huidige Sony PlayStation een mateloos hinderlijk arrogant bedrijf geworden. Um, ik, ik heb echt moeite met hoe, hoe zij nu bezig zijn. Mm -hmm. Neemt niet weg dat ik toch ook zie dat. Sony PlayStation heel erg belangrijk is voor de gamingmarkt. Dat moet ook niet weg. Nee, Absoluut, als, ja. maar als Sony PlayStation. Maar het ding is, die, 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 gewoon die mensen die daar aan de top zitten, die verdienen gewoon een hele. Dikke humble pie en die moeten ze opeten tot de laatste kruimel. Ja. Want wat ze nu aan het doen zijn, is, het is een misplaatste arrogantie. PlayStation 5 is een product wat gewoon niet goed genoeg is. Um, ik vind hun marketingconcept niet goed. Die leveringsproblemen zijn dramatisch. Ik vind de, 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 de strategische beslissing die ze maken over content ja. gewoon ronduit verkeerd. Uh, nee, Sony nee, gaat. Uh, uh, het, ja. het, het, het is ook steeds score voor Microsoft nu. Hè? Want ik, 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 hè? die uitspraak was. En, en binnen. Fucking al weet ik veel. Binnen vijf minuten stond er een reactie van Activision. En een reactie van Microsoft. En geen reactie van Sony. Dat is de hele tijd. Van de, de, ja. Er wordt niet gereageerd. En dan op een gegeven moment. Dan komt Jim Ryan. Die roept dan weer weer iets. Of ze gaan toch weer in, in het protest. Je zou toch zeggen dat zij juridische mensen hebben. Die, die zoiets hebben. Die, die adviseren. Die zeggen: Van ik zou dit niet doen. Want dit, dit ga je niet winnen. Maar. black bar Is er een soort van of er is oogkleppen op of er is gewoon Jim Ryan en een aantal mensen zijn zo machtig dat de recht zegt: van oké, okay, ik hou mijn mond wel, want nou, reken maar dat dat zo is, anders ben ik mijn baan kwijt. Ja, maar uh, ook omdat er zit, ik bedoel, dit is een Japans bedrijf. In, ja. in Japan ga je niet tegen de baas zeggen dat nee. hij het bij het verkeerde eind heeft. Ja. Ook al is die baas een Amerikaan. En dat is het, uh, um, uh, ja, dat plaagt Sony echt. En je ziet dat in hun communicatie terug. Mm -hmm. Zij zijn nooit adrem als het om communicatie gaat. Ze Zij zijn nooit in staat om in te spelen op de. Uh, op de ontwikkelingen. Uh, ja, wat dat betreft, dat bedrijf uh, is op dit ogenblik gewoon niet goed. Ze nee. zijn echt, ze laten steek na steek vallen. En het wil niet zeggen dat dat niet goed kan komen in de toekomst. Dat komt het hopelijk wel. Mm -hmm. Maar ik denk dat er een aantal mensen weg moeten en ik denk dat ze echt serieus. Um, ja, opnieuw moeten beginnen. Nou ja, dat, dat gaat zo langzamerhand wel een beetje de vraag. Ik zag al wel wat polletjes online gaan en, en, en mensen die, die, die teleurgesteld waren in Jim Ryan en dat soort dingen. Dat gaat op een gegeven moment, dit, dit is wel, als dit doorgaat, is dit een grote slag. Uh, uh, een tegenslag die ze krijgen niet alleen omdat ze het verloren hebben, want ze hebben nog steeds Call of Duty. Dus wat mm. maar het is gewoon ook het gezicht. Sony ligt nu gewoon niet lekker in die markt. Die wordt gezien als van. Dude, waarom heb je een jaar lang lopen tegenstribbelen? Weet je wel? Van ben je, ben je er dan zo een en dat ja. is wel te danken aan het huidige management. Dus ik ben heel benieuwd wat dit voor gaan, gevolgen gaan hebben. Uh, gevolgen waren er sowieso voor het aandeel. Dat uh, heb ik hier even laten zien. Dit is zes maanden. Dan kan je zien dat het dieptepunt was hier ergens uh, 71 dollar. Nou, dan ga ik even naar de afgelopen vijf dagen. Dit was het moment. Uh, dat bekend werd gemaakt, um, dat is CME Dus uh, zij, uh, nou ja, ik heb, ik heb eigenlijk niet zoveel bezwaar meer uh, tegen het doorgaan van die deal. Ja. Uh, en dan zie je het in één keer, het vertrouwen weer, mensen uh, ja, pakken dan het aandeel weer om. Het aandeel gaat weer om. Waarom? Omhoog. Waarom denk je dat dat gebeurt? Um, zo, Microsoft heeft toch al gezegd dat ze uh, uh, Activision Business overnemen voor 80 euro per aandeel. Waarom? 91 die... volgens mij. Al oh, 91? Is ja. dat zo? Ja. Oké, okay, als ze nou, dat ja, gezegd, goed gezegd, ja. dan snap ik het. Maar. Uh, okay. Want dan. Dat betekent dat je. het is gegarandeerde winst. Weet ja, je? ik bedoel. Uh, ja. Ja. Nee, dus, uh, dus. Dat zie je. En het. En het. En het. Allergrapte is. We hebben het hier de hele tijd. En, en. Sony heeft er ook ontzettend op. Op ingespeeld. Op die console. Maar die console is dus gewoon niet zo belangrijk. Het gaat vooral om cloud en mobile. Daar zit het grote geld. Daar heeft. Uh, uh, Microsoft. Uh, uh, Activision voor nodig. Blizzard, maar vooral ook King. Voor nodig. En Call of Duty Online. Uh, ja, het lijkt erop dat de FTC. Ik kan me niet voorstellen dat zij het nu ook nu nog uh, tegen gaan stemmen. Maar goed, daar is het wel inderdaad heel erg gepolitiseerd. Uh, in Engeland is het meer, wat meer afstandelijk. Is het gewoon van: oké, okay, heb, hebben wij nu uh, wat toereikingen, prima, uh, gaan we maar lekker door. Nou, ik denk eigenlijk, er is, uh, er is ook een deadline. En dat is ja. namelijk het nieuwe fiscale jaar in Amerika. Dat begint op 1 april, uh, dacht ik. Of is. Nee, Microsoft loopt van uh, juni tot juni. Ik weet dat de CME ik... 22 april eind, eind, eind uh, de eindoordeel komt. Ah, oké. Okay, en okay. Uh, volgens mij was FTC ook mei. Want op een gegeven moment is het ook klaar, weet je wel. En ja. uh, er komt niet zoveel meer bij. Uh, het enige wat is dat ze nog meer documenten willen zien. Maar ik denk dat op een gegeven moment ook zo'n lobby. of zo'n FTC ook zo denkt van: oké, okay, nu gaan we een oordeel. Ja. En die kan eigenlijk bijna niet meer anders. als um, dat deze deal ook gewoon doorgaat. Um, ja. ja, en dan. Is dat toch heel lullig voor Sony? Goed. Ja. We blijven het bijhouden. Volgende week nieuwe piepshow.